En Graman Albert Aboikoni van de Saramakanus wil dat president Chandrika Prasad Santokhi weer naar het Stilmeergebied gaat om zich te oriënteren en te horen hoe de mensen over de situatie denken. Dit zei hij gisteren tijdens een ontmoeting op het kabinet van de president. Aboikoni deed verslag over de dorpen gelegen beneden het Stilmeer die hij zelf heeft bezocht. De Graman zegt dat de dorpen onder water zullen blijven zolang de waterstand in het Stilmeer hoog is. Landbouwgronden en bedrijven zijn ondergelopen, waardoor het normale leven van de mensen zodanig verstoord is dat ze niet kunnen functioneren. De dorpen ontberen nutsvoorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs. Het is de bedoeling dat de regering samen met de mensen van het gebied spoedig hiervoor een oplossing vindt. Om daarna te werken aan preventie van wateroverlast in deze gebieden.